Dank u wel, voorzitter. Zoals ook op andere dossiers wil ik de verduurzaming van de industrie agnostisch benaderen. Problemen zijn niet links of rechts. En daarom mogen oplossingen ook niet links of rechts zijn. Je analyseert een probleem, je bedenkt een set aan oplossingen. En dan is het gewoon wijsheid dat je de best passende of combinatie van toepast, zodat je het probleem ook kunt oplossen. En a priori een aantal oplossingen uitsluiten zal er bijna altijd toe bijdragen dat je een suboptimale oplossing hebt voor het probleem. Dus dat wil ik gewoon vooraf in ieder geval gezegd hebben. En dan is de uitstoot moet naar nul of naar negatief en dat is op papier gewoon haalbaar. Maar dan vraag ik me wel af, zetten we wel inderdaad agnostisch alle oplossingen wel even eerlijk op tafel? Of sluiten we toch stiekem het een en ander uit? En dat gaat dan zowel met de bestaande als met de nieuwste vormen van technologie. En de beleidsmix waarmee we aan de slag gaan en de energiemix waarmee we naartoe streven, moet een emissieneutrale Nederlandse industrie opleveren. Maar ook een concurrerend Nederland. En dat zijn soms lastige, haast onverenigbare wensen. En toch moeten we gewoon zeggen, Tom Poes voor zin en list. Hoe gaan we dit doen? Maar als we dat niet agnostisch benaderen, is mijn overtuiging, dan zal de volgende generatie ons dat verwijten. Want dan zitten we met een te dure, niet concurrerende energievoorziening, of we hebben de emissiedoelen niet gehaald. En beide zijn niet wenselijk. En ik wil ook niet per se pleitbezorger zijn van kernenergie, maar dit is wel de reden waarom ik kernenergie wel wil, dat het explicieter ter tafel komt. Dus ik ga echt niet zeggen zoals sommige politieke partijen hier zeggen van zet er maar 6 neer en dan zijn we er, want dat vind ik ook te plat. Dat doet ook de werkelijkheid en de innovatiekracht tekort. Maar ik vind het a priori uitsluiten, of zoals in alle stukken, ik ben het woord amper tegengekomen als ik het goed heb gelezen, vind ik toch ook wel een beetje dat ik denk, het lijkt alsof het het stiefkindje is wat niet mee mag doen in de energiemix. En we hebben het een lange tijd het tegenovergestelde gezien en dat heeft ontzettend veel tijd gekost om nog maar niet te spreken over de hoeveelheid CO2 die daardoor onnodig in de atmosfeer is terechtgekomen. Of zoals nu in Duitsland, doordat er een duidelijke sterke antipathie is tegen kernenergie, wordt het vieze vervuilende bruinkool maar weer gewoon eruit gehaald. Echt, hoe hallucinant kan je hem eigenlijk krijgen in een tijd van CO2? En dan heb ik een ander idee. En ik ben daar even benieuwd naar hoe de beide ministers daarover denken. Want een van de dingen waarvan ik echt structureel gewoon denk, is we moeten schade beprijzen. Veel meer. Zoals de econoom Jean Tirole dat ook gewoon heel vaak heeft gezegd. We kunnen echt werkelijk alles beprijzen. Van dierenleed, waterverbruik, antibiotica gebruik, noem het allemaal maar op. Alles kan je werkelijk beprijzen. En we maken daar, behalve CO2 na, geen werk van. Terwijl dat model is het model, denk ik, ben ik van overtuigd, waar de Amerikanen ook nog wat van kunnen leren. Wij kunnen ook wat van hen leren in hun zucht naar de groene economie. Maar zij kunnen van dit model wat gaan leren. De stikstofuitstoot zou je erbij kunnen nemen, de hoeveelheid water dat wordt verbruikt. Want in de klimaatverandering van de toekomst, de drie dingen die de mens nodig heeft, zuurstof, water en voedsel, zijn er twee dingen die gewoon mogelijkerwijs echt tot tekorten gaan leiden. Dat is niet zuurstof, maar wel schoon drinkwater en genoeg voedsel. Dus water moeten we echt serieus meenemen, want we gaan echt anders naar een situatie toe dat gewoon heel weinig drinkbaar water zal zijn. En hier moeten we dan ook voorbij, opnieuw, voorbij de preferenties en de waarden die we persoonlijk hebben gewoon bekijken. En dan kom je volgens mij echt uit op een andere discussie. In plaats van subsidiëren, zou je, zoals het ETS-systeem eruit kunnen zien, ook tegen bedrijven kunnen zeggen, nu betaalt u nog dit. En ieder jaar dat u achter blijft lopen, gaat u meer betalen. Volgens mij moet je die prikkel gewoon veel meer in gaan bouwen. En als de opstart moeilijk is, dat snap ik soms ook wel, dan kan je daar denk ik gewoon als overheid gewoon ook de steun in de rug verlenen. Maar ik denk dat we dit Europees moeten doen. Ik denk dat dit model echt een heel goed model is wat gewoon verder verkend moet worden. En nogmaals, hoeven we dit wiel niet opnieuw uit te vinden. Want de briljante econoom, ik noemde net zijn naam Jean Tirole, heeft hier de Nobelprijs voor gekregen. Dus ik zou zeggen gewoon, het ligt er al. En zet een aantal knappe koppen gewoon aan het werk. En kijk hoe ETS verder uitgebreid kan worden. Dat is mijn vraag aan de beide ministers. En volgens mij moeten we dit in Europa gewoon ter harte gaan nemen. En dan, het kabinet topt uit alle vaatjes. Er zijn geen taboes meer. En dat vind ik echt winst. Dat meen ik echt oprecht. Maar toch, naar mijn smaak, niet genoeg agnostisch. Er mag echt veel meer gewoon onbevangen worden gekeken en veel meer alles ter tafel worden gebracht. En ik herken dus inderdaad dus niet dezelfde mate van enthousiasme voor de verschillende beleidsopties die worden ingezet. En gezien de bijdrage van de twee kerncentrales aan de CO2-emissiedoelen, wordt er maar relatief weinig tekst gewijd aan de stukken bij het debat van vandaag.
Het gaat bij kernenergie niet om de centrales die we nu kunnen bouwen, maar vooral om de kennisinfrastructuur die op termijn kan leiden tot veel goedkopere en afvalvrije kernenergie. Minachting voor wat nu de meest effectieve oplossing is, mag er niet toe leiden dat we straks zitten met het glazen muiltje dat niemand past of niemand wil. Nogmaals, ik noemde het daarom ook het stiefkindje. Anders geformuleerd, ik zie dat Nederland met deze beleidsmix een leidende speler kan worden op onder andere de combinatie van zon, wind en waterstof. We trekken niet alleen aan de uitrol van de productie, maar er wordt ook gewerkt aan een leidende kennisinfrastructuur. Punt. U bent ruim door de tijd heen, vrees ik. Ja. Maar er komt nog een tweede termijn. Ja. Helaas.